Hallo allemaal. In deze korte instructievideo wil ik iets vertellen over modelleren in Coach en een model maken. Modelleren dus. Gaat als volgt. Het programma Coach rekent dan op basis van de gegevens die je hebt ingevoerd uit wat in dit geval de snelheid van een vallende bal is met luchtweerstand. Om het modelvenster te starten klik je op deze knop. Klik. Dan heb je het modelvenster hier en het modelvenster kent een aantal knoppen. En als je daarop klikt, zie je, met de rechtermuistip, zie je dat die knoppen namen hebben. Toestandsvariabelen, procesvariabelen, een stroom, een hulpvariabele en een constante. Nou, wat zijn de belangrijke grootheden bij het laten vallen van een bal? Nou, dat is onder andere de massa. De massa van een bal is constant, die verandert niet tijdens het vallen. Dus ik geef de constante massa alvast een plek in het diagram. Als ik erop klik, dan zie ik dat er hier een eigenschappen menu komt van die, of een eigenschappenvenster eigenlijk, dialoogbox van die constante. Wat is de constante die ik hier wil invoeren? Dat is de massa, dus die nieuwe kookmassa, straks mooi herkenbaar. De eenheid van massa is kilogram. En de massa van deze bal, nou, laten we hem definiëren op 0,5 kilogram. Ik druk op OK, dan heb ik de massa gedefinieerd. Maar zo, wat is het effect van die massa? Nou, massa heeft effect op de zwaartekracht. Die op een voorwerp werkt, want fz is m maal g, massa maal de gravitatieversnelling. Dus ik heb een variabele, een hulpvariabele moet ik zeggen, en die is afhankelijk van de massa en dat is de zwaartekracht. Fz noem ik die, de eenheid van kracht, die is newton en het is die kan ik uitrekenen met behulp van de massa. Die ga ik definiëren en dan zeg ik massa, fz is dus massa, maal, en dat is het sterretje, en dan, wat is de fz massa, maal 9,81. Hier op OK, en ik klik op OK, en wordt de zwaartekracht gedefinieerd. En met die zwaartekracht kan ik dan weer de versnelling uitrekenen. Maar we hebben gezegd, we gaan een vallende beweging met wrijving laten modelleren in Coach. Dus ik heb ook een wrijvingskracht. Dat is ook een variabele. Hulpvariabele. En die noem ik FB, wrijvingskracht. En ik wil ook graag weten hoe groot die is en hoe ik die bepaal. Dat is de eenheid in newton. En de wrijvingskracht is afhankelijk van een constante, die noem ik C, keer de snelheid, in het kwadraat. Het kwadraat is dakje 2. Dan zeg ik OK. En dan krijg ik nu twee nieuwe variabelen, snelheid en de variabele C. En die C is eigenlijk een hulpvariabele. Dus die, sorry, een constante. Die constante ga ik bepalen. Dat is de luchtweerstand. C. En dan zeg ik de eenheid is even niet belangrijk. De beschrijving is luchtweerstandscoëfficiënt. Huppatee. En die C die noem ik, die neem ik, nou, we kiezen 0,3. Ok, en dan zegt die constant een andere naam, dan noem ik hem maar even CB, luchtweerstand. Ok, en dan keeper ik deze eruit. En dan moet ik dat natuurlijk in de eigenschappen, moet ik deze even veranderen. Dan moet dat CB worden, CW maal de snelheid ook.
nieuwe variabele CW, die had ik al, ook moet zeker hoofdletter CW annuleren. Dan zeg ik CW ook. En daar heb ik hem. Uiteindelijk wil ik de snelheid weten. Ik heb daar al snelheid staan. Deze gooi ik weg. Nee, delete weg. En ik noemde deze variabelen. Die noem ik snelheid, want dat wil ik uiteindelijk weten. De eenheid is meter per seconde. En de beginwaarde, als ik de bal laat vallen, is de beginwaarde 0. Want ik laat hem vrij vallen van een flatgebouw. Ik ga niet gooien. Ook de snelheid. En waar verandert die snelheid mee? Nou, met een versnelling. En die versnelling wordt bepaald door FZ en FW. En uiteindelijk weet je, als je FZ hebt en een weerstandkracht, FZ werkt naar beneden, die zorgt ervoor dat de bal valt. FW, weerstandskracht, werkt naar boven. Dus uiteindelijk moet je dus eerst de resultante kracht uitrekenen, die de som is van de FZ en de FW. En daarmee reken ik de versnelling uit. Dus ik maak een nieuwe variabele. Hulpvariabelen en ik prik weer dubbel en die noem ik FRS, resultante kracht. FRS, dat is de eenheid van altijd, Newton, eenheid van kracht. En wat is FRS? Die ga ik definiëren en dat is FZ min FW. Heb ik dat goed gedaan? Ja, ook. En zeg ik ook FRS, weet ik nu. En uiteindelijk bepaalt FRS de versnelling. Dus die versnelling die moet ik ook als toestandsvariabele invoeren. Noem ik versnelling. En de versnelling, hoe breek je de versnelling? Dat gaat weer niet goed. Dus de versnelling is meter per seconde kwadraat, de eenheid. En hoe bereken ik die versnelling? De versnelling is de tweede wet van Newton. F is m maal a. Dus a, de versnelling, is f gedeeld door m. En dan moet ik natuurlijk de FRS hebben gedeeld door de massa. Weer ook. Oh, sorry, dat doe ik niet goed, zie je het? Hij zegt de variabele m, die ken ik niet. Annuleren, dus ik moet natuurlijk hier massa invoeren. Je moet kijken dat je de namen van de variabelen ook steeds goed invoert. Dus als je eenmaal die constante als massa volledig uitgeschreven hebt, ingevoerd, dan moet je ook massa in de formules gebruiken. Ook. En nou komt het. Nou moeten we de verbindingen maken tussen al die, ik schuif het een klein beetje uit, verbindingen maken tussen al die factoren. En dan zeg ik van oké, de massa heeft invloed, ik klik op het pijltje, de massa heeft invloed op de FZ. De weerstandsconstante, die CW, luchtweerstandscoëfficiënt, heeft invloed op de FW. De snelheid, annuleren. De snelheid heeft invloed op de FW, want als je de formule zag, ik kan dit een beetje omtrekken. Als je de formule zag van de FW, dan was dat, kijken we even naar, CW, die luchtweerstandscoëfficiënt, maal de snelheid in het kwadraat. Kijk maar ook in je boek op in paragraaf 3.4. Wat 116 meen ik, staat er een keer een opgave over de luchtweerstand. Druk erop ook. Nou oké, die FW en die FZ, die bepalen uiteindelijk hoe groot FRS is. Dus ik trek daar die verbindingspijlen naartoe. FRS. En uiteindelijk,
Dan zijn we na heel veel stapjes. Oh, moet ik wel niet. Nee. Ben ik van Everest heeft bepaald uiteindelijk de versnelling. En nu komt de laatste stap. Die massa is natuurlijk Everest. Ik zeg de laatste stap is niet waar. De massa en Everest bepalen de versnelling. Dus ik moet ook nog een keer een pijltje trekken van de massa naar de versnelling. Daar heb ik hem. Trek ik hem een klein beetje om, anders staat hij erg in de weg. En de versnelling bepaalt uiteindelijk de snelheid. En hoe groter de versnelling, hoe groter de snelheid wordt, hoe sterker de snelheid toeneemt. En dat doe ik door een stroom toe te voegen. Een stroom die voer ik in aan de linkerkant van de snelheid. En de versnelling zorgt ervoor dat de snelheid toeneemt. Dus de pijl gaat er bij de snelheid in. Dat is eigenlijk het symbool. En dan moet ik dus die versnelling koppelen aan de snelheid. Doe ik met dat pijltje. Het programma werkt tijdgebaseerd. Dus die weet, oké, de snelheid neemt toe met de tijd. En de versnelling is daarbij de factor die bepaalt hoeveel die snelheid toeneemt. Dat zijn allemaal hele lange zinnen. Ik hoop dat je het nog kunt volgen. Nou, het laatste wat ik nog wil weten is de hoogte. De hoogte neemt af ten gevolge van de snelheid. Ik ga weer de eigenschappen invoeren. Dat is de hoogte. De eenheid in meters. En de beginwaarde is 30. Ik laat, hè, dat varieer ik. Of dat kan je later variëren. Nee, ik ga nu uit van de beginhoogte van 30. Dan zeg ik ok. En die hoogte neemt af met de snelheid. Want als een bal valt, gedurende een bepaalde tijd, neemt die hoogte af. Dus ik moet weer een stroomvariabele. En die hoogte neemt af. Dus ik teken aan de rechterkant met een pijltje dat er eigenlijk iets uitgaat. En die, wat gaat er dan uit? Of hoe gaat er dan wat uit? Nou, dat komt door de snelheid. Dus een koppelde snelheid. Met zo'n pijltje. Ik ga een beetje optrekken. Nou, dat wil niet. Een beetje omtrekken. Klaar. De hoogte neemt af met die snelheid. Nu is mijn model klaar. En als het goed is, heb je tussentijd, kun je tussentijds ook een paar keer opslaan. Ik heb hier een knop waarmee je kan spelen. Ik ga eerst nog even kijken van wat de modelinstellingen zijn. Door op dat knopje te drukken zie ik dat hier. Ik start op tijd is 0 seconden. Nou, bij 30 meter verwacht ik dat die met binnen 6 seconden wel op de grond is. Dus ik zet hier even mijn tijd op 6 seconden. Nou, eigenlijk kan ik net zo goed zeggen. Ik ga hem op conditie laten stoppen. En wanneer ga ik hem laten stoppen? Als de bal op de grond is. Dus dan kan ik een formule invoeren. En je ziet hier dat al die variabelen al zijn ingevoerd. Als de hoogte kleiner of gelijk is aan 0, dus als de bal op de grond is gevallen, dan moet het model stoppen. Nou, ik hier rekent uit in tijdstapjes van 0,1 seconde. Dat vind ik een beetje te veel. Dat kan ook best 0,2 seconden zijn. En dan klik ik op ok. En dan heb ik hem helemaal. En als ik nu het model ga afspelen, dan gaat hij rekenen wat de snelheid is. Maar ja, ik heb nog geen uitvoer gekozen. En dat moet ik dus eerst doen. Ik ga een diagram plaatsen. Een diagram. En daar wil ik graag de snelheid in hebben. Ik zeg ok. Ik heb hier een diagram. Zet ik hier rechtsonder. En ik zie dus de snelheid als functie van de tijd hier. Ik kan aan het diagram nog meer toevoegen. Dat heb je bij Coach Videometer gezien. De eerste variabele is de snelheid. En als links, ik geef een bepaalde waarde op. En ik kan aan de rechterkant kan ik bijvoorbeeld de variabele hoogte aanklikken. Dat wil ik dan op de y als rechts laten zien. En ik klik op ok. En de hoogte stond nou als